En dan zijn we bij het Zeeuws Orkest aangekomen. Een symfonieorkest. Laten we eerst een stukje horen. En het is aan de taak van de klassieke muziek om daar vernieuwend in te zijn en de jongeren mee te krijgen. En langs de andere kant absoluut die oude tradities in stand blijven houden door de concerten hier in de zalen te blijven bezorgen op een topniveau. Zodanig dat de mensen na afloop zeggen, wauw, we hebben echt een topavond beleefd. En er was zoveel bezieling bij dat orkest, we komen zeker terug. Nou, dat was onze bezielende Ivan Meilemans, dat is de dirigent van het orkest. We hebben nu een beeld van een mooi schematisch beeldje van alle instrumenten die in zo'n orkest zitten. Hoe zit dat in elkaar, zo'n orkest in zijn totaliteit? Wij zitten helemaal linksachter in het hoekje weggestopt, zo'n beetje met de horens. En helemaal aan de andere kant, aan de rechterkant, rechtsachter zitten de andere koperblazers. Dat zorgt ook op momenten echt voor een soort stereo-effect als je live naar een concert komt luisteren. Dus dat maakt het een live concert extra leuk, denk ik. Daartussenin zitten de houtblazers, daarachterin zitten de slagwerkers. Mm-hmm. En daarvoorin zitten jullie als strijkers. Ja, en dan had je het over dat stereo. Nou, is dit een opstelling waarbij de cello's dus aan de rand van het podium zitten. Maar je hebt ook dirigenten, die zetten de cello's naar het midden. En dan de tweede violen aan de rand van het podium. Dan heb je de hoge klanken voorin. Mm-hmm. En de donkere klanken heb je in het midden. En dan krijg je ook dat effect wat Jana bij de blazers bedoelt. Dus En nog een ander ding. Jij bent beroepsmuzikus, Jana. Jij woont in Den Haag. Jij reist dus veel om in het Zeeuws Orkest te spelen. Ja. Waarom nou het Zeeuws Orkest? Ja, ik speel er ook al heel erg lang. Al tijdens het eerste jaar van mijn studie ben ik hier naar binnen gerold, zeg maar. Ik vond de sfeer zo prettig hier. Ik kan hier heel fijn muziek maken. We spelen ook hele mooie programma's. Ik speel ook wel in andere orkesten mee en daar remplaceer ik soms. Maar hier kan ik echt hele mooie programma's ook als eerste hornist spelen. En dat is voor mij, daardoor heb ik mij ook heel erg kunnen ontwikkelen hier. Dus dat, ik voel me heel erg op mijn plek hier. Dus, en wat is de sfeer in zo'n orkest? Want het is toch een bijzonder orkest? Ik bedoel, er zitten een heleboel amateurs bij. Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel bijdraagt aan een hele gemoedelijke en relaxte sfeer. Het is lastig natuurlijk uit te leggen van wat is nou precies de sfeer, waardoor verschilt dat per orkest en waardoor is dat hier zo uniek. Maar ik denk dat die combinatie van professionals en amateurs en hoe dat hier op een hele goede manier samen speelt, dat bijdraagt aan een hele goede sfeer. Heb je even wel eens gehoord, Borre, het Zeeuws Orkest? Ja, zeker. Ja, ik ben vrijwilliger geweest bij het Zeeuws Orkest. En wat heb je daar gedaan? Ik hielp voornamelijk bij bij de entree, dus het binnenhalen van de mensen en verwelkomen. Maar vervolgens mocht ik dan als een pro van de Zeeuws Orkest, mocht ik dan altijd nog in de zaal meekijken bij het concert. Dat was wel heel gaaf. Heel leuk. Zijn jullie wel eens geweest? Wij zijn een paar keer op de openbare repetitie geweest kijken. Oh, okay. Dat is natuurlijk veel leuker, omdat je dan ook echt kan zien hoe zo'n mooi concert tot stand komt. Ja, top. Nou, dank voor jullie motivatie. Mag ik nog wat vragen? Je hebt heel veel orkest natuurlijk in de hele wereld. Wat is jouw ultieme droom orkest om in te spelen? Wereldwijd. Geen restricties. Geen restricties. Nee. Nou ja, het Concertgebouworkest is natuurlijk een fantastisch orkest hier in Nederland al. Dat is al echt gewoon een van de toporkesten in Nederland. En we krijgen natuurlijk straks een hornist die in het Concertgebouw orkest speelt, isoleert. Ja. Dus dat is heel bijzonder dat we hem hier als te gast hebben. Maar dat is natuurlijk een heel mooi orkest hier in Nederland. En in Duitsland, denk zeker als hornist, misschien wel een beetje de Berliner. Want die hebben wel echt een hele gave hoorngroep. Dus dat zou heel gaaf zijn als je daar zo één keer zo tussen mag zitten. Hmm. Ja. Leuk, gaaf. Oké, dankjewel.